De bedrijfscultuur bij de ambulancedienst is verziekt. Dat zeggen 12 medewerkers en oud-medewerkers van die dienst tegen RTV Rijnmond. Het personeel wil dat het dagelijks bestuur en de financieel manager opstappen. De onvrede is ontstaan na de aanstelling van die manager, inmiddels al 10 jaar geleden. Ook de directeur en de manager kunnen niet door één deur. Het conflict tussen die twee is zo hoog opgelopen dat beide met betaald verlof naar huis zijn gestuurd. Een extern bureau onderzoekt inmiddels wat er allemaal aan de hand is. De crisis zou niet van invloed zijn op de uitvoering van het ambulancewerk. Volgens het personeel zouden patiënten niets merken van de problemen.